Goedendag, mijn naam is Mary Rose, ik ben van Ovision en dit is Hit the Road Jack. Vandaag heb ik een heel andere setting en ik denk, ik ga dat met u delen. Voor mij is het vandaag Memory Lane op een hele leuke manier. Lekker geluncht met mijn aangenomen tante en mijn aangenomen Niggy van jaren terug. Wij gaan werkelijk tot in de wortels van mijn jeugd en zij vertegenwoordigen een aantal zeer positieve herinneringen die ik in mijn jeugd heb mogen opdoen. Nou, dan spreek je elkaar een tijd niet. En dan heb je elkaar eens aan de telefoon. En met alle nieuwe settingen van technologie op de app, via Facebook, Twitter. Ga zo maar door. Maar voordat je elkaar ziet, gaat dan een tijdje overheen. En als het dan gebeurt, dan vliegt de tijd. Dan is dat zo voorbij. En als ik dit refereer aan het blog van Memory Lane, dan waarschuw ik daarvoor ook de negatieve effecten van Memory Lane. Maar wanneer je met zoiets te maken hebt, dan is het wel heel erg positief. Dus voor mij werd het een vrije dag. En dan denk je van, ja, wat ga ik er vandaag mee doen? En je gaat bij jezelf in de make-up en je doet de krullen in de hoek. En je gaat eens eventjes met onze Jack hier, hè, voor Transit, wereldberoemd in heel Novision. Ga eens eventjes badderen. Ga nog even een leuk gesprekje aan met de jongens van iClean. En uiteindelijk ga je op weg. En als je dan terugkijkt, omdat je dan wegrijdt en hier dan op zo'n parkeerplaats staat, dan, ja, dan krijg je toch even van, goh, waarom spreken we elkaar niet vaker? Waarom doen we dat niet? Waarom laten we de snelheid van het leven soms zijn eigen gang gaan? Nou, dat is ook de vraag die ik u mee wil geven. Wat zijn de dingen waarvan u zegt van, daar kan ik van genieten, maar het staat niet in mijn agenda. Ik heb geen aandacht voor. Het gaat aan mij voorbij. En net zoals ik dus vandaag met mijn tante en met Jolanda heerlijk heb zitten, ja, oude wijven zou ik zeggen, allerlei dingen van, goh, weet je nog van dit en weet je nog dat en, oh ja, en dat hebben we nog gedaan en dingen waar je niet van weet en wat je een beetje kwijt bent. Maar als je het er dan over hebt, dat zegt van, ja, dat was er ook. En dan heb je een dag, een moment, een aantal uren, die zijn je gegund. En die krijgen een vervolg. Want je hebt elkaar weer gezien, je hebt weer dingen met elkaar gedeeld en je hebt weer dingen aan een soort kwaliteitslabeltje gegeven. En dat maakt het leven zo mooi. Want dat is pure lifestyle. Mijn vraag aan u. Wie zet u nu in uw agenda? Om te bellen. Om mee af te spreken. Om quality time mee te beleven. Tot de volgende Hit the Road Jack. Bye bye.